Lijstjes, we zijn er dol op. In de BM, die 22 januari verschijnt, publiceren we dan ook traditiegetrouw de top 25 met machtigste mannen en vrouwen in de Nederlandse media en 10 top 10 in verschillende programmacategorieën. Ook hier laat corona zijn sporen na. Om met die 10 top 10 te beginnen, ook zonder EK voetbal, Olympische Spelen en Eurovisie Songfestival, blijkt de publieke omroep de vloer aan te vegen met de commerciële concurrentie. De eindstand is 74-26 in het voordeel van de NPO. Op nummer 1 in de categorie amusement en muziek staat Heel Holland Bakt. Best bekeken Nederlandse serie is Flikker Maastricht. Best bekeken speelfilm is Skyfall met James Bond. En meest uitgesteld gekeken programma Wie is de Mol van 1 november. Maar hoe zit het dan met Boer Zoekt Vrouw en The Masked Singer? Alle 10 top 10 in een nieuwe BM. En dan de top 25 machtigste mediapersonen voor de 18e keer in successie. Mark Rutte, Diederik Gommers, Jaap van Dissel, ze bepaalden en bepalen stuk voor stuk ons dagelijks medialeven. En hadden dus niet meer staan in onze toplijst. Maar we kijken liever wat verder dan de actuele viruswaanzin. Hoe ingrijpend en ontwrichtend ook. De uiteindelijke keuze voor de invloed van het nieuwe normaal, bijvoorbeeld op het fenomeen thuiswerken, heeft helaas tot gevolg dat het aantal vrouwen in de lijst ditmaal op de vingers van één hand is te tellen. Maar één van hen behoort dan wel weer tot de top 3. Lina Barneus, Director of Co-Production and Acquisition bij Netflix. De Zweedse topvrouw wordt ermee beloond voor de imposante hoeveelheid lockdown troost die Netflix te bieden heeft. Steeds meer van Nederlandse makelij ook. En dat aanbod van eigen bodem blijft maar winnen aan populariteit. Barneus verwijst John de Mol naar plaats 3. En dat is wel even wennen voor de enige echte Nederlandse mediamagnaat. Hij eindigde 9 van de 18 keer op nummer 1. De laatste 3 maal zelfs op rij. Maar ook de Mol was machteloos tegen COVID-19. Dat Talpa Network een gevoelige tik gaf en voorlopig de rem zette op het ambitieniveau. Grote vraag, wie staat ditmaal op 1? En dat is geworden Frans Klein. De omroepman van het jaar 2020 slaagt er voor het eerst in ook in de top 25 van BM de koppositie te pakken. De enorme impact en verantwoordelijkheid van de NPO, zowel lineair, online als on-demand, kan juist in deze ontwrichtende coronatijden niet genoeg worden benadrukt. En die is bij deze even loyale als ervaren evenwichtskunstenaar in kundige handen. Vooral dankzij Klein, NPO's directeur video, blijft de publieke omroep niet alleen relevant en vernieuwend, maar ook schijnbaar moeiteloos marktleider met miljoenen scores. Benieuwd naar de samenstelling van de volledige top 25, inclusief argumentatie? Die is te vinden in de februari-editie van BN en op www.broadcastmagazine.nl. Tot volgend jaar!